Volkswagen gaf in zijn felicitatieboodschap aan dat de investering gedaan door VSA Foods op het juiste moment is geschied. Challenging times. Ik sta hier met voldoende trots om eigenlijk een lidbedrijf te mogen feliciteren bij zo'n groot challenging investment. De situatie waarin we vandaag verkeren was al redelijk lang voorspeld. Dus het is inderdaad wel een moed vereist om dit te mogen doen. Maar er is een mooi Amerikaans gezegde: never miss out on a good crisis. En ik denk dat dat voor VSA Food zeker gaat gelden. Jullie hebben het voordeel dat jullie in feite aan het begin van die crisis staan. Die investering is al gepleegd. Voor andere mensen die het nog zouden moeten plegen, hebben ze dus eigenlijk nog eens een keertje die challenge van die kostbare dollars te vinden. Maar dat zijn changing times. Ik denk dat ik echt niet het gras voor de voeten van de minister, maar dus dat laat ik aan de minister over. Maar ik denk dat het eigenlijk wel een mooi moment is om inderdaad deel te kunnen zijn van dit geheel. VSA Foods is al een x aantal jaren, 2001 of zo, zijn ze lid van de ASFA. En het is een van de bedrijven waarvan we echt wel trots zijn als organisatie. We roepen als ASFA vaker dat er meer moet worden gedaan voor de lokale productie. En ik zie hier een paar mensen die in feite die boodschap ook wel begrijpen. Maar het is van belang dat de beleidmakers dat begrijpen.